iedereen kan haken. Ik heb het stertafelkleed klaar, het 1,5 meter kleed, dus onze nieuwe norm is klaar. Ik heb zelf een tafel van 1,50 meter. Ik leg echt uit, alles uit via de video, maar je kan natuurlijk ook het patroon bestellen. Wat je wil, hier staat ook op wat je nodig hebt. Ik zet het ook onder de video. Zelf heb ik de promobollen gebruikt van de Zeeman. Ik vergeet jullie hartelijk te bedanken voor het kijken naar het kanaal. Iedereen kan haken op YouTube. Ik heb zoveel leuke reacties gekregen op heel veel dingen. Echt, ik kan het eigenlijk gewoon niet opnoemen. Omslagdoeken, slofjes, jurkjes. Nu dus een tafelkleed. Ik heb pas trouwens een vest gehaakt. Dat is ook helemaal super. Het tweedvest Twinkle. Dus ja, het is echt te veel om op te noemen. En nu dus het hele leuke 1,5 meter tafelkleed. En ja, hartstikke bedankt nogmaals voor het kijken. Ik zou zeggen, we gaan snel beginnen. En veel plezier met het kijken naar Iedereen kan haken. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We beginnen het tafelkleed in het midden. En het zijn eigenlijk maar 6 toeren die je dus anders hebt dan anders. En dan ga je gewoon, ja of gewoon, heel veel toeren hetzelfde doen. Want je meerdert iedere keer stokjes. In een extra video wordt ook nog uitgelegd hoe je deze tussenstukjes makkelijk kan maken en hoe je de punten maakt. Maar ik begin nu bij het midden en ik heb ook een heel makkelijk schemaatje. Dus het schemaatje beginnen we even kijken hier in het midden en dan leg ik zo de camera weg en dan gaan we 6 toeren maken met eerste magische ring of 5 lossen wat je wil. De magische ring maak je het midden iets mooier mee en daar gaan we stokjes omheen haken. De tweede toer is ook hier een meerdering van stokjes en de derde toer gaan we stokjes en lossen maken en de vierde toer gaan we dus deze weer meerderen. Dus dan gaan we eigenlijk 2 stokjes en lossen maken. En de 5e toer, dan heb je eigenlijk al die punten te pakken. Het zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 punten. Dus het wordt echt een kleed dat je zegt van, hey, dat is mooi. Dat is heel anders dan die andere tafelkleden die ik gevonden heb op internet. Dus dit is dus echt nieuw. Wil je het patroon bestellen, dan stuur mij een mailtje naar iedereenkanhaken@hotmail.com of een messenger bericht, dan stuur ik een tikkie en dan stuur ik het patroontje naar je toe. De hoeveelheid wol, dit is wat ik over heb van de promo bollen, maar ja, dat zijn dus, ik heb maar 2 kleuren met promowol gebruikt en op de promowol zit 300 meter of 780 meter, dus 2 keer 780 meter en ik heb 2 bollen Saskia gebruikt. Ik zal het daar nog even allemaal uitschrijven van 100 gram, dus 2 bollen gewone bollen van de Saskia van de Vibra en 2 kleuren promo van de Zeeman. Maar ik zal het dadelijk netjes allemaal uitschrijven, uittypen, ook op het patroon. Ik zal het ook onder de video zetten. Dus ja, op een promo bol zit dus 300 gram. Dus dan heb je dus van 300 gram blauw nodig en 300 gram donkergroen of petrol. Dit is meer turquoise. Dus dan betekent per kleur 300 gram en 300 gram. En hier zit dus 780 meter op. En dan gaan we beginnen. En dan zie ik je zo weer terug.
Tot zo. Wat je hebt nog nodig: een centimeter, een schaartje. En ik heb gehaakt met een bamboe haaknaald en die is me eigenlijk heel goed bevallen. Bamboe haaknaald nummer 5. En dan gaan we nu beginnen. Tot zo! We beginnen met de magische ring. Je legt dus het uiteinde over je hand heen. Pak even je duim en dan leg je je pink zo ertussen. Ik zie je dat het dan zo ligt. En dan draai je nog een keer over je wijsvinger en dan leg je je duim op die draad en dan pak je je haaknaald. En dan haal je je draad naar voren. En dan draai je een beetje, want je moet natuurlijk nu weer bij die duim daar je garen pakken. En dan haal je je draad door de lus. En dan doe je nog 2 lossen. 1, 2. En dan is dit je magische ring. Kijk, die kan je dan dadelijk hiermee aantrekken. En dan gaan we even tellen. Ik pak even het patroon erbij voor toer 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stokjes haken. En misschien kan je het niet zo goed zien trouwens. Zo, sorry. Dan pak ik even het patroon erbij. En dan gaan we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stokjes haken en een vaste. Dus de magische ring hebben we nu gemaakt en dan gaan we nu in die ring 9 stokjes haken. 1, 2, 3, 4, vijf, zes, zeven, acht, negen. Dan trek je aan het touwtje zodat je een mooie dichte ronding krijgt. Als je nu die magische ring te moeilijk vindt, dan maak je gewoon 5 lossen. Die zet je vast met een halve vaste en dan 3 lossen en dan 9 stokjes. We sluiten nu de eerste toer hierboven door deze steek. Zie je de derde lossen? Je haalt je draad op. En je maakt een halve vaste. Dan trek je nog een keer aan de onderste touwtje. En dan was dit toer 1. En dan zie ik je bij toer 2 weer terug. Tot zo! Dan gaan we nu aan toer 2 beginnen. En toer 2, dat zie je, dan ga je meerdere. Goed scherp maken. Zo. Ja. Toer 2. We maken eerst 3 lossen en op elk stokje zetten we 2 stokjes. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Dus we hebben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 stokjes in toer 2.
en we beginnen de toer met 3 lossen. 1, 2, 3 en op elk stokje 2 stokjes. Dus we pakken het eerste stokje, daar zetten we 2 stokjes in. Dus van 9 stokjes wordt het nu 18 stokjes. Dus dit is 2. Vier, zes, acht, twaalf, en zet de video gerust langzamer en de ondertiteling aan, die is ook altijd makkelijk. En ik ben gestopt met tellen, merk ik, dus ik ga nog een keer tellen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Nou, en dan sluiten we weer de toer hierbovenin in die lus met een halve vaste. Dus je slaat om. En je haalt door 2 lussen. Dus dit was toer 2. En dan zie ik je weer terug bij toer 3. Tot zo! Dan gaan we nu aan toer 3 beginnen. Dus we hebben 1, 2. Nu gaan we aan toer 3 beginnen. We beginnen met 3 lossen. En dan gaan we op ieder tweede stokje gaan we een stokje, 2 lossen, een stokje maken. Dus op het laatste stokje van die 2 stokje, 2 lossen en een stokje. En zo gaan we helemaal rond tot we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 V'tjes hebben. En dat is ook logisch, want het tafelkleed krijgt ook 9 punten. Dus we beginnen met 3 lossen. 1, 2, 3. En dan gaan we op elk tweede stokje, daar gaan we die V in zetten. Kijk, dus dit is die, dit zijn die 2 stokjes en dan pakken we deze lus om die V-steek op te zetten. Ik noem het altijd maar een V-steek. Dat is dus een stokje in dezelfde steek, 2 lossen. En in dezelfde steek weer 1 stokje. En dan gaan we naar de volgende. Dus we pakken het niet deze, maar de volgende. Een stokje. 2 lossen. En weer een stokje. En weer in diezelfde steek. Dan weer niet in deze, maar in de volgende. Een stokje, 2 lossen en een stokje. Niet in deze, maar in de volgende. Een stokje, 2 lossen en een stokje. En zo ga je helemaal rond totdat je hier op het einde bent. En dan zie ik je, hier zie ik je weer terug. Tot zo! En we zijn nu op het einde van de derde toer. En als het goed is heb je 9 van die V'tjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
En dan sluiten we de toer weer bovenin. Sluit hem in die steek. Je haalt je draad op en je maakt je toer af met een halve vaste. En dan gaan we naar toer 4. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We gaan nu beginnen aan toer 4. En toer 4 beginnen we met 3 lossen in het V'tje. Dan een stokje, 2 lossen, 2 stokjes, 5 lossen en dan weer in het V'tje 2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes en 5 lossen. Dat is toer 4. Dus we moeten naar het begin. We nemen even de draad mee. Dus we gaan even in het V'tje gaan we de draad ophalen. Dan maken we 3 lossen. 1, 2, 3. Dan een stokje. 2 lossen. En weer 2 stokjes in die V. Zie je, dan is dit van toer 4, ziet het er zo uit. Dan gaan we 5 lossen maken. 1, 2, 3, 4, 5. En ik vind het mooi om hier dus eventjes een vaste in te zetten. Dus we gaan nu in die laatste steek steken we eventjes gewoon 1 lusje pakken we op. En we gaan een halve vaste maken. Zodat we eigenlijk een leuk soort bloemblaadje krijgen. Maar we gaan het nog vaker doen. Dus ik ga nu weer verder met de V-steek. Dus we gaan weer 2 steken, 2 stokjes in de V-steek zetten. Zie je dat het er zo dan uit komt te zien? Nou, 2 stokjes. Soms moet je het gewoon doen hoor. Dan 2 lossen. En dan weer 2 stokjes in die opening. Dus in toer 4 is het 2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes. En dan gaan we weer 5 lossen maken. 1, 2, 3, 4, 5. En dan pak ik hier dit lusje gewoon even op om een halve vaste te maken. Zodat je eigenlijk een leuk klein lusje krijgt. Dan gaan we weer naar de volgende V. Daar zetten we, je weet het, 2 stokjes. 1. 2. 2 lossen. En 2 stokjes in. En dan gaan we weer die 5 lossen maken. Ik zie hier een pluisje, maar dat maakt niet uit. Dat zie je dadelijk niet meer. 5 lossen dus. 1, 2, 3, 4, 5. En die zet je even vast met een halve vaste in deze steek. Zo. En dan gaan we weer naar de volgende V-steek. Dus zo maak je heel toer 4 af. 2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes en 5 lossen. En die zet je even vast zoals ik het net heb uitgelegd. En dan zie ik je op het einde van toer 4. Dan zie ik je weer terug. Tot zo! We zijn nu op het einde van de vierde toer en we doen nog 5 lossen. Ik zet hem weer vast in dit lusje met een halve vaste en ik sluit de toer hier bovenin in die steek met een halve vaste. Zo. En als het goed is heb je dan 9 van deze bloemblaadjes noem ik het nog even, maar dit zijn echt de tussenstukjes tussen de dadelijk tussen de 9 punten. Dus dit was toer 4 en dan zie ik je bij toer 5. Dan zie ik je weer terug.
Tot zo! We beginnen nu aan de vijfde toer. En de vijfde toer is eigenlijk alleen maar dadelijk nog herhalen, herhalen. Maar goed, we doen de vijfde toer. En dit gaat met, je gaat weer in het midden van die V staan. En dan gaan we op het eerste stokje gaan we drie lossen maken. En dan nog twee stokjes. En dan twee lossen. En dan weer drie stokjes. Maar het laatste stokje doen we op het stokje. Dus we doen op het stokje dadelijk. Ja, eerst gaan we drie lossen, twee stokjes maken, twee lossen, twee stokjes en een stokje op het eerste stokje. Nou, we gaan gewoon beginnen. Toer 5. We beginnen dus op dit eerste stokje, dus ik haal even mijn draad op en dan zorg ik dat ik daar ook ben met een halve vaste. En die gaat niet makkelijk op deze manier. Zo, nu drie lossen. 1, 2, 3. Die hebben we gehad. Dan gaan we twee stokjes in die V-steek zetten. 1, 2. Dan twee lossen. 1, 2. Dan weer twee stokjes in de opening. 2 en dan eventjes nakijken of ik goed zit. Ja, en dan moeten we op dit stokje zetten we een stokje. Dit is het begin van toer 5. En dan gaan we 5 lossen maken. 1, 2, 3, 4, 5. En dan gaan we hier overheen. En dan gaan we op dit tweede stokje een stokje maken. Dan twee stokjes in de opening. 2 lossen en weer 2 stokjes in de opening. 1. Oh. 2. En op dit stokje zetten we een stokje. Dus op het eerste stokje, iedere keer wat je tegenkomt, daar zetten we een stokje op. En dan ga je weer oversteken hier overheen met 5 lossen. Ik zie je zo weer terug. Tot zo. We gaan dus nog 5 lossen maken. 1, 2, 3, 4, 5. En dan gaan we naar het volgende. Even de patronen weer bijpakken. Toer 5. We hebben net 5 lossen gedaan. En dan gaan we op het stokje, tweede stokje, daar gaan we een stokje zetten. 2 stokjes in de opening, 2 lossen, 2 stokjes in de opening en een stokje op het eerste stokje. Dus we gaan nu hier overheen. En we pakken weer die V-steek en we pakken dit tweede stokje. Dus niet deze, maar het tweede stokje. Dan 2 stokjes in de V-steek. 2 lossen. En weer 2 stokjes.
Als het te snel gaat, zet hem alsjeblieft langzamer, de video, want dan kan je het misschien beter bijhouden. En dan gaan we weer op dit eerste stokje van die V-steek gaan we nog een stokje zetten. Zodat je 3 stokjes krijgt in die V-steek, want dat gaat dadelijk elke keer wordt het groter. Want als je dit gaat herhalen nu dadelijk, dan ja, krijg je gewoon het stertafelkleed. Eigenlijk zo simpel is het. Het is het begin maken. En als je dan bij toer 6 bent, nou, dan weet je hoe het moet. Maar goed, we gaan deze toer nog even afmaken, toer 5. Nu gaan we dus hier overheen met 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Ik laat nog even in toer 5 zien hoe het gaat. Dus je pakt niet het eerste stokje, maar het tweede stokje. Daar zet je een stokje op. Dan 2 stokjes in de opening. 1, 2, 2 lossen. En 2 stokjes weer in die opening. Ik wil het te snel doen, dat kan hè. En dan doe je weer 5 lossen. Zie je dat je dan ook weer de vorm van de ster gaat hierin lopen? Dus 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En we zetten het stokje hier op het tweede stokje. Dan weer 2 stokjes. 2 lossen. En weer 2 stokjes in de opening. En weer een stokje op dit eerste stokje. En dan ga je weer 5 lossen maken. En zo maak je de hele toer af. En dan zie ik je op het eind, dan zie ik je weer terug. Even kijken waar het begin is. Kijk hier, 5. Nou, hier is het begin. Hier zie ik je weer terug. Tot zo. Dan zijn we nu op het einde van de 5e toer. We sluiten dus weer de toer. Ja, ik steek hem gewoon in deze steek in en we sluiten de toer met een halve vaste. Nou. Ik heb ook wel eens dat mijn draad wegschiet. Dus nu is de toer van toer 5 gesloten. En dan gaan we nu aan toer 6 beginnen. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We gaan nu aan toer 6 beginnen. En toer 6 begin je in het eerste stokje, dus na die lossen. En dan pak je 3 lossen. En dan ga je weer een stokje op dit tweede stokje zetten. En dan doe je weer 2 stokjes in de opening, 2 lossen, 2 stokjes in de opening en dan doe je een stokje op het eerste en een stokje op het tweede. Dus het eigenlijk het laatste stokje sla je iedere keer over. Die overgang, ja, ik zal het dadelijk eventjes uitleggen. Er is nog een video met extra info over hoe dat je nog die overgang maakt met die 5 lossen. En hoe je de punten nog maakt, dus daar heb ik nog een extra video van. Maar we beginnen gewoon hier met toer 6 met 3 lossen op het eerste stokje. En omdat ik net eigenlijk al de toer gesloten heb in die opening, zijn we eigenlijk al
op die tweede, op het tweede stokje beland. Dus dan gaan we 3 losse doen. Dat was de 3 losse, dan een stokje op het volgende stokje. En dan nog 2 stokjes in de opening. Dan weer 2 losse. Dan weer 2 stokjes in de opening. En dan gaan we een stokje hier op het eerste stokje zetten. Sorry. Een stokje op het eerste stokje. En een stokje op het tweede stokje. En dan slaan we deze dus over. Dus je meerdert er elke keer 2, maar je slaat deze op het einde, die sla je over. En ik laat het in de extra video zien, in de andere video, dat je vaker, hoe dat je dat makkelijk kan aanleren. En dan gaan we nu weer met 5 lossen, gaan we weer een boogje maken. 1, 2, 3, 4, 5. En dan slaan we die eerste ook weer over. En we pakken de tweede stokje, dus eerst slaan we over en het tweede pakken we, tenminste daar zetten we een stokje op, dan een volgend stokje op het laatste stokje, dan heb je 2 stokjes en we maken nog 2 stokjes in de opening, zie je, dus nog 2 stokjes in de opening. Twee lossen en 2 stokjes in de opening. Een stokje op het eerste stokje. Een stokje op het tweede stokje. En deze, die slaan we over. Dus we slaan iedere keer deze steek over. Dan ga je ook in toer 7, 8, 9, want die ga ik niet uitleggen. Maar ik heb nog een extra video waarin je kan zien dat je deze dus overslaat en dan weer 5 lossen maakt. 1, 2, 3, 4, 5. En ik laat even zien hoe het hier dan toer 6 eruit ziet. Iedere keer, kijk, hier heb je 3 stokjes, 4 stokjes, dadelijk krijg je weer 5 stokjes. Iedere keer ga je die punt verbreden en dan komt je tafelkleed echt heel mooi. Even de camera een beetje... Ja, ik moet het even ophouden. Zo. Dan krijg je echt een heel mooi tafelkleed. En ik heb ook in de extra video uitgelegd hoe dat je dus de kleurwisseling kan doen. Dus, dan zie ik je zo weer terug. Of tenminste, ik maak deze toer zo helemaal af. Ik doe even nog mee. Deze eerste sla je over. De tweede pak je. Het stokje. Op het derde stokje een stokje. 2 in de opening. Het zijn echt je hoeken hoor, die 2 in de opening. Twee lossen. 2 stokjes. En dan weer het eerste stokje pak je. En dan ga je eigenlijk die hele toer af. Maar nu moet je op 4, je doet elke keer 2, 3, nu 4 stokjes uitkomen en dan doe je weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Die eerste, deze sla je over en je pakt de tweede stokje vanaf de 5 lossen. En weer 2 op de hoek. Twee lossen en weer 2 stokjes. Hier een stokje in en in de volgende een stokje. En dan komt toer 6 er zo uit te zien en dan zie ik je op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo!
En dan ben ik nu bij het einde van de zesde toer, dus dan doe ik nog 5 lossen. En ik sluit de toer in de 1, 2, 3, maar ik sluit hem elke keer in die eerste steek die ik zie. Dat is eigenlijk gewoon makkelijk. Met een halve vaste. Dus dit is de zesde toer. En zo maak je iedere keer, ga je omhoog, je slaat 1 stokje over met 3 lossen en je begint weer en in die hoeken doe je 2 stokjes, 2 lossen, 2 stokjes. Ik zou zeggen heel veel haakplezier of ook plezier met het tafelkleed, want het zijn echt hele mooie 9 punten. Zoals je de foto's kan zien, is het echt goed gelukt. In de andere video leg ik uit hoe je van kleuren wisselt. En ik zou zeggen heel veel haakplezier en tot de volgende video. Graag de duimpjes omhoog, hieronder op mijn foto klikken om te abonneren. Zet de notificatiebel aan en ik zie je bij de volgende video weer terug. Tot ziens!